Duitsers hier, Duitsers daar, overal is het ja klaar. Duitsers hier, Duitsers daar, overal is het ja klaar. Duitsers hier. Een opvallend iets aan de Gamescom dit jaar is dat dingen allemaal groter zijn. De business area is groter, er is een zaal extra bij. Alle dingen, alle uitgevers die pakken allemaal groots aan. Eigenlijk iedereen behalve Sony. Sony is dit jaar een stuk kleiner en lijkt bijna afwezig te zijn. Er is een kwart zaalgedeelte en er is een klein stukje ervan ook van Activision. We gaan eens zien wat de rest allemaal nog gaat brengen. Standing in line for Just Cause 3 is a game I've been anticipating for a while now. Looking forward to those hook shots. How long are you standing here? A good half hour, 45 minutes. Like 45 minutes and you still need to go around the corner? Still need to go around the corner, yeah. Okay, are there any other games you are waiting for? I have been to see the Fallout 4 and I have to say it looks beautiful. I am looking forward to playing that in November. But we're also going to see a bit of Division. How long have you been standing in line? What? How long have you been standing in line? 40 minutes. 40 minutes? Okay. And have you played an Assassin's Creed before? No. I hope it's a really good game. My brothers play this game. And it look awesome. Yeah. Okay. And what other games do you play? What's your favorite game? Call of Duty, FIFA. What's the best Call of Duty? I don't know. Black Ops 3, I don't play Black Ops 3. I hope. What game are you standing in line for? Fallout 4. Fallout 4. And how long have you been standing in line for? Perhaps 20 minutes. Oh, that's pretty quick, is it? But you still need to go a pretty long while. Two rows at least. Are you here alone or with friends? No, my friends are ducking themselves right next to me and don't want to get on the camera. And yes, a couple other friends are just walking around and yes. Here in the business area is waar het allemaal gebeurt. Veel belangrijke bedrijven maken hier een afspraken met elkaar om nieuwe zaken te creëren. Ook hier worden nieuwe dingen gepromoot. Nieuwe trailers worden laten zien, nieuwe gameplay die op de vloer niet altijd te zien is. Opvallend is dat ook dit gedeelte nog groter is aangepakt. De Gamescom dit jaar is alles groter. Een ander iets wat heel opvallend is aan de Gamescom dit jaar, is dat er een zaal is waar merchandise verkocht wordt. Dat was hier de afgelopen jaren al, maar dit jaar hebben ze een hele zaal beschikbaar. Dingen variërend van anime, games, manga, boekjes, merchandise, alles is hier verkrijgbaar. Van pruiken tot t-shirts, noem het maar op en je kan het vinden. Het is zwaar populair dit gedeelte in de Gamescom. En mensen zijn verkleed, lopen met tassen. Het is een hartstikke leuk gezicht om te zien. En voor iedere gamer is er wel iets wils. Bij de hops op mijn bratworst.